We spreken met de 59-jarige Broer van de Boom, hij is wiegenaar ook, die de winnaar is geworden van de Gelders Nieuwsfoto 2013 met de foto van de begrafenis van Theo Bos. Broer, kan je uitleggen wat er nou zo speciaal aan deze foto is? Ja, dat kan ik zeker. Ook een fotograaf heeft natuurlijk een gevoel. En als zoiets je gebeurt, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Voor de kinderen en ook medespelers met name. En ja, voor ons is het de kunst om dan dat beeld vast te leggen zoals de daadwerkelijkheid ook is. De sfeer, alles eromheen. En er hoort natuurlijk ook een stukje geluk bij dat je op de juiste plek staat. Maar goed, dat, die ervaring hebben we wel om dan toch wel het, ja, de goede plek te pakken. Hoe zit het met de belichting? Belichting is altijd een groot probleem, want ja, het was in het Gelderdoom. Er stond alleen maar één spotlicht op. En ja, dan zit je in hele hoge ISO-waarde. Ik zit zelfs op 8000 ISO met deze foto. Een beweging in de foto maakt het nog een stukje lastiger, omdat dan het gevaar op onscherpe foto's hebt. En die waren er ook verschillende bij. Dus. Dan krijg je die prijs en wat denk je dan? Ja, dat is een droom die dan uitkomt. Want ja, wat je net al zei, ik ben voor dit jaar 60. Als je dan zo'n prijs wint, dan groei je wel een stukje. En wanneer ben je eigenlijk met fotografie begonnen? Nou, dat is al wat, heel wat jaartjes terug. Professioneel denk ik ongeveer 20 jaar. Maar daarvoor was ik natuurlijk uiteraard ook al veel bezig. Tot de familie een beetje gek van mij werd. Want ze moesten vaak composeren, mijn compositie zoeken. Om de perfecte foto te maken. En ja, als je vakantie hebt, dan is dat niet altijd een succes. Dus, maar goed, de aanhouder die blijft, gaat een keer winnen, denk ik dan maar. Ik hoorde dat je bij NEC begonnen bent toen de tijd met het maken van foto's. Onder andere ja, bij NEC was wel wat grappig. Toen kon dat nog. De grootste lens die ik had, die zet ik op mijn nek met statief eraan, dat iedereen het goed kon zien. Dat er een professionele fotograaf aankwam. En de deuren gingen open. Vandaag de dag gaat dat niet meer lukken. Want er zijn een heleboel beperkingen. En ja, ik ben er wel blij mee dat ik toen die stap heb gemaakt. Dat was voor mij ja, toch ook wel een kick om ja, het gras, omdat je zelf ook gevoetbald hebt, ook bij NEC, is het een kick om ja, langs dit veld te zitten en het gras te ruiken, zal ik maar zeggen. Maar die fotografie is inmiddels stukken breder geworden. Inderdaad, het is stukken breder geworden. Theater zitten we regelmatig. Ik werk voor diverse businessbladen, Nijmegen Business, Wiegen Zakelijk. Allerlei grote bedrijven zoals VGZ werk ik landelijk voor. Ja, natuurlijk Voetbal International. Daar zit ik elk weekend minimaal 3 wedstrijden. Moeten we gaan doen. Nederlands elftal. Van de vorige week zijn we naar Duitsland, Chili geweest. Ja, dat was voor mij wel even kicken eigenlijk, omdat ja, die mannen zitten bij ons in de pool. En, maar ik vrees het ergste dat we dat een holletje 5 aan de broek krijgen. Want dat is wel een team wat heel bijzonder is. En wat je daar dan meemaakt, dat je daar met 300 fotografen zit, dan is de ruimte erg beperkt om een plaat te maken. Het is dan natuurlijk de bedoeling om ervoor te zorgen dat, dat je de foto's altijd op jouw manier maakt. Het is de kunst van het kijken. En ook de snelheid van het afleveren, hè, wat betreft de voetbalfoto's. Ja, als je specifiek naar voetbal kijkt, dan moeten wij binnen 10 minuten in de wedstrijd het beeld leveren. Of het dan regent of niet. Het beeld moet door, want ja, internet is zo belangrijk geworden dat wij daar ja, een voorrang aan moeten geven. En, het is niet alleen het zenden, maar je moet de foto bewerken. En je moet er ook nog opzetten of inzetten wie is dit, wat staat er allemaal op die foto. Dus, maar de wedstrijd gaat gewoon door, dus je moet ook nog foto's maken. En het is natuurlijk heel vervelend als je net het moment van de wedstrijd gaat missen terwijl je aan het editen bent om je beeld weg te krijgen. Je moet je een beetje aanvoelen, want als leek zeg ik, ik maak gewoon heel veel foto's, zit er altijd wel een goeie bij, maar zo werkt het niet. Hè? Nee, vooral actiefotografie niet. En je probeert toch altijd een compositie te pakken. En sowieso bij het voetbal, ja, ik ga niet met 10 man op een rij zitten dat iedereen hetzelfde beeld heeft. Dus ik probeer altijd een andere plek te zoeken waar ik hopelijk alleen zit. Oeh, wat is met deze bal?
Ja, dat is een bijzondere bal. Zelfs een dure bal, want er is al inmiddels 4000 euro voor geboden. Er zit een heel verhaal achter. Ja, ik zeg al, Nyon is een vriend van mij. En ik ben al een paar keer in Barcelona, toen hij trainer was met de Rijkaard bij FC Barcelona, heb ik bij hem gelogeerd. Met ontbeten en naar de besloten trainingen. En ja, je kan niet opnoemen wat. Met Rijkaard, wat je op de foto ziet aan het zwembad bij hem thuis. Het zijn hele bijzondere momenten. En, wat betreft die bal, ging die bij de besloten trainingen voor de wedstrijd Barcelona-Real Madrid de kleedkamer in met mij. Ging met de bal rond en liet elke speler een handtekening op de bal zetten. Dus ja, dus je kunt begrijpen dat die niet voor geen prijs te koop is, want dat zijn bijzondere herinneringen die ik daar meemaakte. Want besloten training kom je in principe nooit binnen bij hem. En dan die privéfeestjes die je na de wedstrijd hebt aan het zwembad met Frank Rijkaard, zijn vrouw en ook zijn ex inmiddels en zijn zoon. Ja, dat zijn momenten die je nooit vergeet. En dat maakt het vaak ook zo boeiend, denk ik. Daar heb je nog steeds een goede vriendschap mee? Bijna ja, maandelijks. En we zijn zelfs vorig jaar met onze familie naar Zwitserland afgereisd. Omdat hij trainer was in Afrika, mochten we hem zijn huis gebruiken. Voor de wintersport die we daar ook voor ons had georganiseerd. Dus. En dan zit je in zijn huis, privéhuis, waar een heel museum bij in zit. En dan zie je alle shirtjes van WK74 in Duitsland. Alle bekers, alle momenten die hij mee heeft gemaakt. Ja, het is een droom. Het is gewoon een droom. Super. Broer, wat is speciaal aan deze prachtige foto van Robin van Persie? Ja, ik vind het moment is gewoon top, want ja, de bal zit precies op de plek waar wij het wensen. En ja, het gaat over duizenden van secondes, dus dat is perfect dat hij zo eruit komt. Ik realiseerde me pas later dat het zo'n mooie foto was, doordat die foto veelvuldig is verkocht over de hele wereld. En zelfs misbruikt is omdat een persbureau het aangeboden had aan een commerciële partij. En allemaal posters van die drukken en inlijsten met de handtekening van Van Persie erbij. Ja, daar ben we 2,5 jaar mee bezig geweest om de rechten daar te halen. En uiteindelijk is het gelukt, dus ik ben zo trots op die foto. En hij wordt nu momenteel nog steeds gebruikt en misbruikt. Dus misschien moeten we nog weer een keer een nieuwe claim ergens gaan neerleggen. De foto met Johan Cruijff en het embleem van de Cruijff Foundation, broer, wat is daar nou zo speciaal aan? Ja, het is een bijzonder, dat is toch een grootheid in onze voetbalwereld, over de hele wereld gezien. En als hij jou vraagt om met hem samen op de foto te gaan, ik denk dat het niet veel gaat overkomen. Maar dat komt ook dat ik al 12 jaar zeg maar, een relatie heb richting zijn stichting. Voor de kinderen die het wat minder getroffen hebben in deze wereld, om daar ook eens wat voor te doen. En ik werk er ook gewoon pro deo. Maar ik kom wel bij exclusieve gelegenheden zoals deze. En daar kom je zoveel bekende personen tegen. En ja, dan is het wel lekker als hij tegen jou zegt van, wil je niet een keer met mij op de foto? Terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Dat is nou wat anders. Mijn vrouw en de familie willen natuurlijk hartstikke graag. Maar ik blijf toch liever een beetje bescheiden. Maar achteraf zijn we er toch wel blij mee. Persoonlijk, broer, vind ik deze foto van de keeper Gomez een heel aparte. Dat klopt inderdaad. En het moment ook, want niemand anders heeft hem. Dat is wel ontzettend grappig. PSV werd kampioen in het Gelderdoom. En alle fotografen waren op iets anders gericht, denk ik. En Gomez gaat richting zijn eigen supporters. En de speler gaat erachteraan met een flinke fles champagne. Ja, die werd even gedoopt, recht voor mijn ogen. Ja, en als je dan het moment, dat realiseer je pas later, als je het beeld echt terugziet. En dat je dan die mooie druppel daar ziet, want mensen denken dat het een piercing is, maar het is toch echt een druppel. Ja, en dat is wel uniek. Dat had ik ook graag nog wat meer, een prijsje mee willen winnen, zeg maar zeggen. Want als je nu ziet de foto van waar we de Gelderse prijs, persprijs mee gewonnen hebben van Theo Bos. Ja, die kwam ook bij de laatste 10 voor de zilveren camera. En dat is eigenlijk nog een doel wat we voor ogen hebben om die ook een keer te gaan winnen. Dus wie weet. Zoals we zien maak je ook hele mooie foto's wat betreft bruidsfotografie. We zien hier een prachtige foto van Ruud van Nistelrooy. Je bent wel heel breed, hè? Gelukkig wel, ja. Ik denk ook dat ik dat ook zal blijven, want elk onderwerp
wat het ook mocht zijn, ja, daar zie ik wat in. En dat is de uitdaging om dan toch zonder opleiding, want ik heb totaal geen opleiding in de fotografie. Dus ik werk puur op mijn gevoel. En mijn gevoel zegt wat ik moet doen eigenlijk. En dan is het wel leuk als mensen enthousiast raken van je werk. Of het nou voetbal is, of bruidsfotografie, of bedrijfsfotografie. Mensen zijn razend enthousiast en dat hopen we nog een tijdje vol te houden. Waar kunnen we je vinden? Ja, in Wijchen, www.broervandenboomfoto.nl. Daar staat het een en ander op wat we sowieso een beetje allemaal doen. We moeten nog aan het werk om eens een keer wat nieuw werk erop te zetten. Maar helaas de tijd ontbreekt, want ja, we zitten toch 80 tot 100 uurtjes aan het fotograferen. En ja, het gaat om het moment. En het moment hebben we in principe eigenlijk ook hier. Kijk, als je deze nou van de Voetbal International ziet. Is dat wat wij op kicken, dat je precies het moment hebt wat iedereen een beetje aanspreekt. En ik zeg al, dat proberen we in elk ding wat we fotograferen, proberen we dat eruit te halen. En kost veel energie, maar het is wel een kick als je dan toch weer gepresteerd hebt dat je het juiste plaat hebt. En die prijs geeft je ook weer een stimulans. Die geeft een bijzonder stimulans. Als je nou ziet, zeg maar, de afgelopen dagen wat er gebeurd is via mijn telefoon, Facebook en weet ik allemaal wat. Ik had de volgende dag, moest ik meteen weer aan het werk, 's ochtends. Toen zat ik alweer in TV, radio, omroep Gelderland en dergelijke. Ik had de wekker voor mezelf gezet op de iPhone en dat had ik beter niet kunnen doen, want de hele nacht gingen de berichtjes door. Het gevolg was dat we maar een paar uurtjes geslapen hebben. Maar het is zo bijzonder dat je zulke leuke berichten uit het hele land ontvangt. Voetbal International, Rowenheid, alles komt naar je toe. En dan denk je van, hoe kan het allemaal zo snel gaan? Maar ja, we liggen nog een beetje achter op social media. Dus we moeten daar nog wat aan sleutelen. Wat heel mooi voor een Wijchensmanneke. Ja, we blijven ook een Wijchensmanneke. Want wat dat betreft zullen we voorlopig nog wel geen Ferrari rijden, denk ik.